Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, we zijn inmiddels aangekomen in december, de allerlaatste maand dat er dagelijks een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival voor je klaarstaat. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind december altijd zo'n maand met kou, met sfeer en gezelligheid. Alle drie die dingen die ontbreken volledig hier in de Nether. En daarom wil ik met jullie proberen om zo snel mogelijk hier weer weg te komen. Maar natuurlijk niet voordat we ons complete boodschap lijstje afgevinkt hebben. We moeten nog heel erg veel netherkwarts, want ik wil eigenlijk nog drie van deze stacks hebben. Eén volledige stack met netherkwarts blokken. Dat is wat we willen. Alleen ja, dan moeten we het natuurlijk wel kunnen vinden. Even kijken. Mijn diamond pickaxe, die valt een beetje tegen. Ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat ik een pickaxe met fortune zou hebben hier. Maar ja, daar zit er natuurlijk helaas weer net eventjes niet in. En die pickaxe met efficiency zit er ook al niet meer in. Die is ook kapot. Dus ja, we zullen het eventjes met de ouderwetse pickaxe moeten doen. Het is eventjes ouderwetse harde arbeid. Het is even niet anders, we zullen het erbij moeten doen. Maar toch, hè, weet je, dan is het na hard werken wel mooi loon. Dat is wat we dan eigenlijk willen. Hoppakee. En in de tussentijd krijgen we ook nog lekker wat experience. Dat kan ik ook wel weer gebruiken. Dus misschien dat we na een paar dagen hier in de Nether toch wel weer een hele toffe pickaxe kunnen enchanten. Zullen we daarvoor gaan? Volgens mij staat hier trouwens boven ook nog een beetje. Kijk, daar zo, hoppakee. Als ik er daar nog een paar van kan vinden, dan schiet het op zich wel redelijk lekker op. Kom maar eens even hier. Wacht even, dan stoppen we deze hier zo. En dan moet ik uitkijken dat ik niet weer in de lava donder, zoals een paar afleveringen geleden. Dat is me net even iets te veel moeite om nog een keer helemaal terug te komen. Hoppakee, level 15 in de pocket. Daar nog een paar mee pikken. Zo. Want kijk, hier beneden is het redelijk kaal geplukt. We kunnen daar naar boven trouwens. Maar volgens mij zitten daar ook vrij veel endermen. En daar heb ik echt geen behoefte aan. Aan die figuren. Die vind ik alleen maar hinderlijk en irritant. Kom eens even hier. Ik zoek gewoon een plek waar het meeste kwarts te vinden is. Dat is wat ik nodig heb. Kijk, hier is gewoon niet zo heel erg veel. Ja, hier. Net even bij dat lava dingetje. Daar heb ik me de vorige keer ook al aan gebrand. Dat gaan we niet nog een keer doen. Hier is knijterveel. Oeh, één glowstone. Nice, dat geeft ook lekker wat experience. Zullen we het meenemen? Ach, we nemen het gewoon mee. Kan mij het schelen. Ik heb het trouwens sowieso nodig, glowstone. Want we moeten natuurlijk wel ergens net naar Sinterklaas. Dus zeg 7, 6 december. Moeten we natuurlijk wel een hele grote kerstboom bouwen, hè, in mijn wereld. Dat hoort er gewoon een beetje traditiegetrouw bij. In een Minecraft survival wereld rondom de kerst bouw je een kerstboom. Dat heb ik volgens mij in alle survival werelden tot nu toe gedaan. Dus dat moet ook in deze wereld. Anders breek ik met tradities. En ik ben al wel een hele traditiegetrouwe jongen. Dus dat moeten we wel even fixen, hè. Ik dacht namelijk, we kunnen een hele mooie kerstboom bouwen op de plek waar eerst de beacon stond. Of eigenlijk waar die natuurlijk technisch gezien nog steeds staat. Maar daar kunnen we wel een hele mooie kerstboom bouwen. Dat staat redelijk centraal in mijn wereld. Dat eilandje doe ik toch voor de rest niet zo heel veel nuttigs mee. En dan kunnen we er van alle kanten zien. Dus daar moeten we ook heel veel glowstone voor hebben. Om natuurlijk als kaarsjesdienst te doen, hè. Het moet wel een beetje tof eruit zien. Dus dan moeten we veel licht hebben. Want licht in de duisternis, dat is wat we nodig hebben. In deze donkere maand. De laatste maand van Minecraft Survival. Het is wel even een dingetje, hoor, jongens. Ik besef me ondertussen gewoon echt dat ik aan de laatste maand bezig ben. Dan heb ik gewoon al 12 maanden lang, als ik dit voor elkaar fix, heb ik 12 maanden lang elke dag een aflevering geüpload. Ik vind dat op zich best een prestatie voor mezelf. Dan moet ik natuurlijk niet al te vroeg juichen, want het is nog een maand en ik moet deze maand natuurlijk wel volbrengen. Anders dan telt het niet, hè. Het moet wel echt eventjes... Oh, dat geeft helemaal geen experience. Dat is jammer. Ik moet deze maand natuurlijk nog wel fixen, hè. Het is niet zo dat ik nu al op mijn lauweren kan rusten. Ik moet echt er nog wel even voor zorgen dat december ook goed komt. Maar ik heb nu 11 maanden ervaring. Ik denk dat ik het redelijk ga redden. Ik ben niet meer zo bang dat ik een aflevering ga missen. Eens even kijken. Hier is allemaal glowstone. Zo, daar nog een beetje. Even kijken, hoeveel levert dat op? 14. Wow, het is toch iets. We hebben ondertussen 2 stacks. Dat is nice. Dus doen we deze even zo. Deze even hier. Hoppakee. Doen we dat boogding even daar. Dan kunnen we deze 2 nog opvullen. En dat moet dan wel voldoende zijn, denk ik. Hier loopt het redelijk dood. Dat goud kan me echt gestolen worden op dit moment. Er is echt geen enkele reden om nog meer goud te fixen. Hier is nog een heleboel. Kom maar aan. Of tenminste een heleboel. Het is iets. Het is iets. Het is één blok. Nou, vooruit. I'll take it. Hey, broeder met je zwaard. Hoe gaat het met jou? Zullen we gewoon eens kijken of we hierboven nog wat kunnen vinden? Moeten we natuurlijk wel uitkijken voor andere irritante beesten. Kijk, hier zit nog knijterveel. Dit wil ik allemaal nog wel hebben. Dat is altijd wel mooi als je een nieuw gebied vindt. Dan vind je altijd lekker veel nieuwe resources. I like it. I like to move it. Hoppakee, level 20. Nou, op deze manier komen we wel bij level 30, hoor. Als dit zo doorgaat. Dat zou wel tof zijn, want dan kan ik natuurlijk nog wat diamonds gebruiken om een nieuwe pickaxe te enchanten. Want die heb ik wel nodig. I need a nieuwe pickaxe. Hey, een bastion. Nice. Willen we die bastion hebben? Mwah.
Hebben we hem heel hard nodig op dit moment? Niet echt. En als ik er naartoe ga om hem leeg te plunderen, dan zal je zien dat ik gigantisch hard in elkaar gemapt word door al die irritante varkens. En dat ik al mijn dure spullen kwijt ben. Dus nemen we het risico? Nee. Er is namelijk niet echt iets wat ik daar kan vinden wat ik nodig heb. Ja, wat van die... wat heet dat spul ook alweer? Netherite zouden we eventueel kunnen vinden, maar dat heb ik ook niet echt nodig. Ik zou het kunnen gebruiken om eventueel een van mijn armor dingen te kunnen upgraden. Of in ieder geval weer te kunnen repareren, want daar zijn ondertussen ook best wel wat klappen opgevallen toen ik met de Wither aan het vechten was. Maar op zich is het nodig niet echt, hè. Want ik heb een Wither verslagen die echt vlak bij me stond. Dan moet ik toch ook een Ender Dragon kunnen verslaan die een klein beetje rondvliegt. Dat zou toch ook niet zo'n al te groot probleem moeten zijn. Toch? Of is dat wel een groot probleem? Ik heb... Oh. Daar is zo'n beest. Laten we vooral uit de buurt blijven. Want bijvoorbeeld... Wat is hier nou irritant? Wat loop je nou te... Ga lekker ergens anders. Doe dat even lekker bij de buur of zo. Je maakt me hartstikke bang. Hook ik uit lava. Lava. Uitkijken voor de lava. Geen zin in irritante zwempartijen. Ik heb iets te vaak in de lava gezwommen in deze serie en dat wil ik niet nog een keer herhalen. Daarbovenop is nog een plateautje. Daar kunnen we even kijken. Wat vinden we bovenop plateau nummer 1? Behalve vuur. Even kijken hoor. Er hoeft nog maar een klein beetje te zijn. Oh, kijk hier. Hallo. Mag ik dit even meenemen, AUB, dank u zeer. Huppatee, dat is die. Dan is daar nog knijterveel. Kijk dan. Hoppakee, geef maar aan de Vaco. Daar moet ik er natuurlijk wel bij kunnen komen. Vanaf hier, hieronder is geen lava, hè? Nee, zo te zien niet. Kom maar, het is er eentje. Het is niet veel, maar het is iets. I'll take it. Ik ben blij met alles op dit moment. Blij met alles. Nog 56 van die dingen te gaan. Dat moet toch op zich wel redelijk snel te doen zijn. Hier zit nog een beetje. Kijk. Als ik nou die fortune pickaxe had, jongen. Ach, dan was ik er al lang en breed geweest. Dan had ik wel 2 stacks. Maar ja, hè, je mag een gegeven paard nooit in zijn bek schijten, toch? Dat mag niet. Kijk, we zitten al op 18. En zeker als je dit soort resource plekken vindt, dan vind je er gewoon echt 10, 15 in één keer. Ideaal, I'll take it. Hier nog een beetje. Hopelijk kan ik dit meenemen zonder naar beneden te lazeren. Dat zou ook heel fijn zijn. Zo te zien gaat dat hier nog wel. Ik moet wel echt uitkijken dat ik niet per ongeluk de vloer raak. Want dat heb ik ook iets te vaak gedaan. Dan denk je van, nou, degene waar ik op sta kan ik nog wel even weghakken. Of je klikt per ongeluk verkeerd of zo en dan blijkt er een gigantisch gat te zitten. Kijk, zoals dit. Hier kan ik het nog net eventjes op fixen. Hoppakee, EDV. Kijk, dit bedoel ik. Haha. No this time, game. Not this time. Deze kant nog. Dan zal je zien, hè. Dan ben ik naar beneden gekukeld. Dan heb ik mijn verder falling boots niet aan. Nou, dan is het gewoon splash met de Vaco, hè. Dan is het Vacootje krabben vanaf de vloer. Hoppa. Kan deze nog? Nope. Oh, dan moet ik ook met deze uitkijken. Dan zal hier ongetwijfeld hetzelfde mee zijn. Oeh, nee, nice. Oké, 1, thanks. 51, nog 13. 13 nog te gaan. Waar gaan we die makkelijk vinden? Hierboven misschien. Hierboven zit ook nog een plekje. Even kijken wat vinden we op dit plekje. Kijk, hier, hoppakee. Hey, broer, je broek staat in de hens. Ik zou even de brandweer bellen als ik jou was. Meneer met je hete broek. Kijk, hier hebben we nog een heleboel. Oh, 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 zalig kerstfeest. Heet spul. Heb ik slechte ervaringen mee. Help. Kan ik dat per ongeluk... Kan ik dat nog opvullen? Daar. Zo zou het moeten stoppen. Stop met stromen, spul. Oké, dan kan ik dit mooi dichtmaken. Zo. Dan kan ik hopelijk deze nog meepikken. Zonder dat er gevaar ontstaat. Want ik wil het wel hebben, eigenlijk. Het is net even iets te zeldzaam om het niet te doen. Kijk, hier nog 2... Hoppakee. Oké, nog 4. Nog 3. Nog 1. Oh, tuurlijk nog 1. Oeh, glowstone. Oeh, voor de kerstboom. I'll take it. Eerst even brandje blussen. Brandje blussen is belangrijk. Och, maar kijk hoeveel we je hebben. Hier zit het allemaal nog, joh. Hoppakee. Boom. Deze voor de kerstboom. I'll take it. Ik heb volgens mij nog 1,5 stack liggen trouwens van die glowstone. Dus ik hoef ook gewoon 100 van die dingen. Maar ja, weet je, als je er dan toch bent, hè, kan je het net zo goed in één keer meenemen. Beter dat ik het nu meeneem, dan dat ik het tijdens de bouwen van de kerstboom achterkom dat ik er 27 mis. Dan had ik maar gedacht, oh, had ik maar in die aflevering begin december had ik het dan maar meegenomen. Je moet altijd je kerstlampjes inkopen als het geen kerstseizoen is, hè. Dat is belangrijk. Je kan best je kerstlampjes kopen net na kerst.
Dan zijn ze altijd in de uitverkoop. Maar ja, welke mafkees heeft er dan kerstlampjes nodig? Ik niet. En ik ga ook geen kerstlampjes kopen voor volgend jaar. Want dat heb ik dit jaar al gedaan. Dus dat hoeft niet nog een keer. Huppata, kom allemaal mee. In mijn inventory. Voor de Vaco. Hup, hup. En nog eentje. Die zo, hoppakee. Zo, allemaal voor mij. Hoeveel is dat? Och, kijk, dat levert wel weer lekker op. Pff, bijna goed. Bijna goed, Vaco. Zo, 16. Nog een keer 16 is 46. Plus deze gedeelde 4 houden we natuurlijk 2 over. 50. 50 is wel voldoende. Zeker met de voorraad die ik nog heb. Kijk, dan nemen we dit gewoon allemaal even mee. Oh, hey, jou heb ik nodig. Of eigenlijk jou had ik nodig voor de kikkers. Jou had ik nodig voor de kikkers. Maar ja, dat is ook niet heel erg handig natuurlijk. Ik heb namelijk slechte herinneringen aan kikkers en de nether. Oh, het is hier ook nog hoger. Oh. Waar dan? Waar ben je? Hey. Labdrol. Ach, ik ga ook geen risico nemen ook. Zoek het dan dus even lekker uit. Weet je wat ik doe? Ik zet hier. Zet ik wel even waar ik nu ben. Zet ik even een create waypoint. Noem ik hem even lava slime. Stel je voor dat ik ooit nog de tijd over heb om hier terug te komen. Met een paar kikkers. Dan kan ik hier natuurlijk gewoon een portal neerzetten. En dan heb ik mijn kikkertjes hiermee naartoe. Dat kan. Als ik ooit mezelf echt gigantisch verveel, dan kan ik dat nog eens een keertje proberen. Voor nu is het tijd om terug te gaan naar portal. Teleport waypoint. 3, 2, 1, poef. En dan gaan we eerst eens eventjes al die spulletjes netjes in veiligheid brengen. Want ik heb meer dan voldoende. En volgens mij zouden we morgen gewoon die hele mooie tempel af kunnen maken. Oh, hatsikido. Want kijk, het idee met dat kwarts. Wacht even, we maken er eerst even kwart blokken van. Dan weten we precies hoeveel we hebben. Huppakee, 16, 32. Kijk, een complete stack en 1. We hebben deze keer niet 1 blok tekort, we hebben 1 blok over. Hippiedepiepoera. Kijk, met al dat kwarts gaan we natuurlijk de ingang van de tempel nog een beetje mooier maken. En dat moet hier een soort, zeg maar, boogje komen. En eigenlijk wil ik dan hier aan de zijkanten, wil ik allemaal stapeltjes kwarts maken met gouden blokken erboven. Gewoon omdat ik denk dat dat er leuk uitziet. Ik heb toch goud over. En zeker als ik die beacon daar verderop niet meer nodig heb. Ja, dan kan ik dat goud natuurlijk op een veel betere manier gebruiken. En wat is een betere plek en een belangrijkere bestemming voor het goud dan de tempel van de heilige kip. Dat gaan we morgen allemaal doen. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van deze video. Abonneer op Vaco Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik jullie dan morgenochtend weer terug als we verder gaan bouwen aan de tempel van de heilige kip hier op Vaco Games Reloaded. Mazzel!